allemaal van harte welkom op deze eerste expositie in het nieuwe jaar. Uiteraard begin ik met u allemaal een heel goed jaar toe te wensen. Een gezond jaar en verder ook, ondanks de problemen die misschien op de kunst en de cultuur afkomen, toch een heel goed kunstjaar ook. Het is voor ons een bijzondere tentoonstelling, omdat het de eerste tentoonstelling is na een maand van sluiting, omdat de zaak is geschilderd. En we zijn eigenlijk wel heel trots op de manier waarop het er nu uitziet. En het is voor ons een wat bijzondere tentoonstelling, omdat er niet zo dikwijls grafiek hangt en zeker niet zo dikwijls van 5 kunstenaars in 1 keer. Dus in alle opzichten een bijzonder moment. En nou is het zo dat bij de opening... ik moet u erbij vertellen, misschien om te beginnen, dat voor zover ik dat nog niet weet, het Oude Raadhuis een vereniging is die zich als doel heeft gesteld om dit Oude Raadhuis open te houden en dat te doen door middel van een galerie. Wij zijn allemaal vrijwilligers en misschien wel juist daarom zijn we allemaal buitengewoon trots op dit pand. En iedere keer als we openen, dan vertellen we u dat en dan vertellen we u er ook bij dat wij... leven van donateurs. Dus wie zich er niet door aangesproken voelt, kan een formulier vinden aan de andere ruimte. En meestal bij de opening vragen wij de kunstenaars iets te vertellen. Iets te vertellen over hun eigen werk, iets te vertellen over hun motivatie. Nou zat ik zo na te denken, want als we dat aan 5 mensen vragen, dan wordt wel veel. Want dan weet ik niet hoe lang we hier staan met z'n allen. Want meestal is mijn ervaring... zijn kunstenaars zo bevlogen door hun werk dat als je ze eenmaal het woord geeft, dan geven ze dat nooit meer af. Dus ik heb gedacht, nou misschien moeten we dat toch maar een beetje anders doen. Ik heb begrepen dat u een soort, mag ik dat noemen, een collectief vormt, of is dat een te groot woord? Dat u allemaal in dezelfde, bij dezelfde kunstenaar werkt en dat u elkaar dus voor het grootste gedeelte daar ook van kent. Van Petersburg. En nou dacht ik, misschien is het handig als iemand van jullie in ieder geval iets vertelt over hoe dat nou gaat. Want het werk is zo verschillend dat het mij wel intrigeert hoe dat nou werkt als je dat allemaal doet bij 1 kunstenaar. Dus ik dacht, misschien moeten we, kunt u ons daar iets over vertellen? Mm-hmm. Nou, ik wil het woord wel geven. Ja. Maar we zitten daar met een aantal mensen. Je kan het eigenlijk geen atelier noemen, omdat we... werken allemaal aan ons eigen ding. Maar Peter Zuur is degene, toch degene die op het juiste moment jou een setje geeft of een idee aan doet of een nieuw materiaal aangeeft. En daardoor heb je toch dat je verder komt. En heel belangrijk is eigenlijk ook het contact met elkaar, omdat je elkaars werk ziet en soms bespreekt en... daardoor ook weer ander ziet hoe verschillend iedereen werkt. En eigenlijk is bij iedereen zo dat hij stopt zichzelf op de plaat en dat komt weer, dat wordt afgedrukt. Dus je ziet gewoon echt ieder zijn persoonlijkheid aan het werk. Op het juiste moment aanwezig. Het is opmerkelijk hoe verschillend het werk ook is. Dat maakt het ook wel heel aantrekkelijk dat je het nu in deze combinatie ook kunt zien. Dat iedereen daar kennelijk op een hele andere manier kijkt naar de wereld om zich heen. En op een hele andere manier dat verwerkt. Dat vind ik heel bijzonder. Ik hoop dat u allemaal ervan gaat genieten, voor zover u de tentoonstelling nog niet gezien hebt. U krijgt, als u zo meteen komt, nog wat te drinken, want dat hoort ook bij een opening. En ik wens u dus een hele vruchtbare middag hier. Ik wens jullie een hele goede expositie. En dat wens ik ons ook, want dat hebben we allemaal. En bij deze openen. Dank u wel.